Welkom bij de kanaal van de Game Contenters. Vandaag gaan we een potje FIFA 22 spelen. Ik nodig je uit om tot het einde te bekijken hoe wij een potje FIFA 22 spelen. Ik zou vandaag kiezen voor een klassieke wedstrijd. Ik zou vandaag starten met FC Twente tegen SC Cambuur. Kijk gerust mee tot het einde. Het is een fraaie dag hier in het stadion. Welkom iedereen, goedemiddag. En laten we maar snel gaan toewerken naar de wedstrijd die hier straks wordt gespeeld. Mijn collega Jeroen Gutte en ikzelf, ik ben Siert de Vos, zullen het commentaar voor u verzorgen. Natuurlijk dat we uitzenden, is er één in de Eredivisie. De sfeer is uitstekend. Hopelijk vertaalt zich dat ook naar het spel. Komt er een doelpunt aan? Goed werk van die doelman. Hij komt op tijd uit en pakt die bal zo voor zijn voeten weg. Richting het doel van de tegenstander. Calon op de vleugel voor een voorzet. En dan trek je naar binnen. Bal veroverd in de eigen 16. Speelt de bal rechtstreeks naar de tegenpartij. Dank u. Schmid kan er hier voor gevaar zorgen. Goed druk gezet hoor. Daar stoopt hij op aan de zijkant voor een voorzet. En de doelman reageert adequaat op die steekpas. De bezoekende ploeg, die staat de boek als een verdedigend ingesteld team, toch? Ja, dat mag je wel stellen. Ze blijven graag met heel veel spelers achter de bal en kijken dan de kat uit de boom terwijl ze de tegenstanders laten komen. En die tactiek is natuurlijk niet zonder risico, maar wel beproefd. Heeft ook al regelmatig succes opgeleverd. Blijft aan de bal. Op doel geschoten. Ja, koekoek. De techniek. Druipte vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je snel. Dit is een prima doelpunt hoor. Kijk maar eens hoe die voorzet wordt gegeven. Geweldig. Die speler heeft op dat moment nog eigenlijk zijn handen vol aan zijn belagers. Maar op de een of andere manier weet hij toch aan ze te ontsnappen en op de been te blijven. En rolt hij het ook nog af. Ah, dit is een heerlijke goal. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Quincy Meijer. Aanval wordt afgestopt. Giovanni Troupé. Door die tackle is hij die bal kwijtgeraakt. Jacobs. Goeie tackle en bal terug in bezit. Listige steekbal. Ziet er veelbelovend uit. Dat moet toch lukken deze bal. Oh nee, het is buitenspel. Zonde zeg van die kans, want er ging er wel lekker in. Robin Prupper, Giovanni Troupé, Michel Vlap. En zo'n beetje, dit moet een doelpunt worden. Nou, van dit schot ligt de doelman hier wakker. Niet meer in balbezit na die ingreep. Teruggespeeld onder druk. De keeper kan hem oppikken. Jacobs.
En dan een voorzet vanaf de vleugel. Hij zit er sterk tussen en heeft de bal. Zeeën van ruimte voor zich. Schot! Het schot wordt afgeweerd door een speler. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Hier wordt om de bal gestreden. Gevaarlijke steekbal. Hij grijpt in, maar het gevaar blijft. Oh, hij levert hem direct in bij de tegenstander. Ja, dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. En dat is einde avond. De tegenpartij stelt orde op zaken. Balbezit na die sterke tackle. Een mislukte paas. Ja, je kan niet anders zeggen. Zo in de voeten van de tegenstander. Jacobs. Calon. Het is af en toe wel even volle concentratie. Ze jagen nog steeds op de gelijkmaker, maar zijn zich bewust dat ze genoeg tijd hebben. Zet verder door. Doelpunt, ze zijn weer in evenwicht. Dit is nou zo'n doelpunt dat twee kanten op werkt. Zelf ga je met een heel fijn gevoel de kleedkamer in. En de tegenstander, ja, met een kater, gedesillusioneerd. Als de scheidsrechter voor rust fluit... Hierbij gaan we de rust in. 1-1. We gaan gauw verder naar de tweede helft. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten op een van onze video's, laat dan een like achter. Kijk mee. En bij deze gelijke stand is tweede het helft. Vraag wat de tweede helft zal brengen. Hier is de aftrap. Jacobs. Die bal kan nu worden voorgezet. Maak je wat van deze corner, dan pak je de voorsprong. Hoekschop komt midden in de 16 terecht. Dat is maar half werk. Gevaar is nog steeds niet geweken. Ik denk dat de coach niet veel heeft te klagen over zijn spel in de eerste helft. Ze gelijk maken, vlak voor rust, heeft de wedstrijd natuurlijk een andere wending gegeven. Nu is alles weer mogelijk in de tweede helft. Ja, die tackle kan eigenlijk niet. Het was een overtreding, maar hij laat doorspelen. Goed voordeel gegeven, dat dan wel. Hij laat het spel lopen. Nee, die speler was nog niet helemaal teruggekomen. De paas werd al gegeven. Maar de ontvanger stond nog in buitenspelpositie. De coach gaat wisselen. Jacobs. De bal is hij kwijt naar die tackle. Een sluwe steekpaas. De doelman kan op zijn plek blijven staan om die bal te pakken. Hij is er voorbij. En een schot. Boom, koekoek. Op voorsprong. Dank u. Oh,
Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Die speler moet vervolgens wel hard werken om aan de bal te blijven. Want hij wordt min of meer onder de voet gelopen. Maar op de een of andere manier blijft hij toch staande. Dat is heel knap gedaan. En weet hij ook nog de doelman te passeren. Magnifiek. Na dit doelpunt gaan we verder met de stand 2-1. Maar met zo'n actie verover je inderdaad de bal. Calon. Jacobs. De bal kan nu voor het doel worden gegooid. Werkt de bal goed weg. Doelpoging, schot. De keeper met een prachtige redding. Deze wedstrijd wordt opgenomen. Voor het doel gegeven. Hij kan die bal wegwerken. Hij speelt zijn tegenstander voorbij. En dat schot gaat recht op het doelman af. Michel Vlap. Blijft aan de bal. Kans om gelijk te maken. En de doelman met een redding. Bal vast in de handen. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. De aanvaller is er vandoor. Hij weet hem niet te dekken. Met visie gespeeld, hoor. Deze mag erin. Ja, doelman pakt die bal. En er gaat er weer één in. Ach, wat een luxe. Een voorsprong van 2 doelpunten. Dat is toch lekker voetballen. Ja, en nu is toch wel het moment gekomen voor de tegenstander. Om er ook eens iets tegenover te stellen. Ja, het ingrijpen van de doelman is wel schrijnend, hè. Nee, die maakt hier geen goede beurt. Dit mag hem nooit overkomen. De bal zo tegenhouden en dan weer terug in het veld laten komen. Ja, dan kun je erop rekenen dat het fout gaat. FC Twente. En we hebben nu een stand van 3-1. En nu 11, Quincy Meene. Dit zou wel eens iets kunnen worden. Nee, het gaat niet door. De tegenstander heeft de bal onderschept. Slim steekpaasje. Ja, hij is er doorheen. Komt hij tot een schot? Een volley. Een prachtige uithaal. Oh, wat mooi. En die bal ligt in het net. Fantastische volley. Ja, dit is er een voor het Rijksmuseum. De grote vraag is natuurlijk, waar zijn de verdedigers? Die keeper moet het alleen doen tegen 2 aanvallers. En is uiteindelijk volstrekt kansloos. Prima afgerond. Goeie goal. We trappen af met een score van 4-1. Nog 10 minuten in de reguliere speeltijd. Tijd voor een nieuwe speler op het veld. Die steekbal is voor de doelman. Speelt een hoge steekbal. Ja, dat is een mooie, een verre ingreep die de angel uit de aanval haalt. Komt steeds iets verder. Doelman kan op zijn plek blijven staan om die bal te pakken. Zonde om hem zo in te leveren. Goede verdedigende actie. Bal heroverd op de eigen helft.
Met die tackle verovert hij de bal op de eigen speelhelft. Nog 1 minuut te gaan in dit duel. Hij weet te voorkomen dat die paas zijn eindstation bereikt. En dan is dit duel ook weer afgelopen en winnen ze hier. Hierbij winnen we de wedstrijd 4-1. Mocht je nog niet geabonneerd zijn, abonneer je dan. Mocht je nog geen like hebben achtergelaten, laat dan een like achter. En voor nu bedank ik je voor het kijken en tot de volgende gameplay.